Hallo, ik ben Arjen Bosman. We hebben een reeks van lezingen gehad in Huis van Hilde en ik ben de afsluiter. We gaan het hebben over de Romeinen en Velzen, waarom ze hier naartoe kwamen, wat ze hier gedaan hebben en waarom ze uiteindelijk weer weg zijn gegaan. En wat ik al zeg, de laatste in de reeks, na de historische achtergronden van Jona Lendering, de equivalent bij Valkenburg, nog niet zo lang geleden ontdekt dat daar ook een groot kamp heeft gelegen, het verhaal van Wouter Vos. En Jan van Hagen die het over de watervegen heeft gehad, die heel belangrijk zijn, ook voor de Romeinen en Velzen. Dus dat gaat zeker vanavond ook nog een keer aan bod komen. Ik ben dus Arjen Bosman. Ik heb uitgerekend dat ik dit jaar mij al 45 jaar bezig hou met de Romeinen en Velzen. Dus over 5 jaar heb ik een groot jubileum. Of heb ik het nu eigenlijk al. Want Velzen is groot nieuws geweest. Wereldnieuws afgelopen jaar. En dat had met name te maken met wat zelfs de internationale pers en vooral in Engeland of de Engelstalige gebieden op hebben gepikt. Dat Velzen mogelijk een verband zou kunnen hebben met de verovering van Engeland vanaf 43 na Christus. Wat dat verband is, dat ga ik vanavond vertellen. Wat ga ik vanavond vertellen? Ik ga iets vertellen over het onderzoek naar het oudste van de twee forten van Velzen, Velzen 1. Ik ga het uitgebreid hebben over Velzen 2. Velzen 1 ligt waar nu de Wijkertunnel ligt. Dat staat nog niet op dit plaatje uit 1974. Velzen 2 ligt bij de Velzentunnel. Staat er wel al op. En ik ga het hebben over de context. Van waarom lagen die forten hier? Wat deden die Romeinen? Waarom kwamen ze? En waarom gingen ze uiteindelijk weer weg? Als we het over Velzen 1 hebben. Velzen 1 is het fort wat het laatst ontdekt is. In 1972 bij de aanleg van een gasleiding. Die hier op een stippellijn staat aangegeven. Hier een mooie bocht maakte. Ter hoogte van de boerderij van Schaap. Tegenwoordig is dat een manege. En de Wijkertunnel loopt nu daar langs. En met name in de uitgeworpen grond van die sleuf die gegraven werd, zijn vondsten gedaan. En ziet hier de amateurarcheologen van Velzen bezig om daar in te spitten, in die storthopen, te shaven om scherfjes en andere objecten eruit te halen. Waarmee je ook zou kunnen dateren. Nou, daar zijn stempels gevonden op aardewerk. En die maakt het al meteen duidelijk dat het een vroeg Romeins kamp was. Vanaf ongeveer 15 na Christus. En tot ongeveer 30 na Christus zijn die vondsten te dateren. Op basis van de vondsten die toen al gedaan zijn, in 1972. De volgende fase van het onderzoek was dat waar die gasleiding loopt. Daarna werden alle sloten afgelopen. En ze hebben een keurige nummertje gekregen, zodat je ook wist van waar komen de vondsten vandaan als je vondsten deed in de slootkant. En de meest oostelijke vondsten die werden gedaan bij een sloot die vervolgens ook een nummer 1 kreeg. En tot en met sloot 9 komen vondsten met name voor. Dus het was wel duidelijk van als er ergens een concentratie ligt van vondsten en dan waarschijnlijk ook een militaire nederzetting, ligt die hier ergens. Onderzoek heeft jarenlang onder leiding gestaan van Piet Vons uit Zandpoort. En onder de bezielende leiding mag ik wel zeggen. En hij is ook een van degenen waar ik uiteindelijk mij toegebracht heeft om de stap te zetten tot vakmatig archeologie te gaan beoefenen. En circa 1974 zijn er bij een aanvankelijk zeer kleinschalige opgraafje van vakken van 2 bij 2 meter, zijn er ook palen gevonden. En die palen zijn hier in een koep, mooi te zien, mooi aangepunte palen. En die bleken uiteindelijk allemaal te behoren tot de havenwerken van het fort van Velzen 1. Havenwerken waarvan we hier de kop van de Wespier zien, nadat die is blootgelegd in de vroege jaren 80. Die pier was aangelegd in het Oerij, de meest noordelijke Rijntak. Jan Verhagen zal er ongetwijfeld ook over gesproken hebben, die bij Kastricum
in zee uitmonden. En de sporen van oudere fasen van het oerij zien we hier in het platte vlak en in de doorsnede. Het interessante van deze kop van de Wespier is dat die zo diep in het water stak dat ook een deel van de oorspronkelijke vulling van die dam bewaard is gebleven. Dit is een doorsnede die dwars door dat blok heen is gezet en daar zie je dus pakketten met rijshout, afgewisseld met lage riet en andere blaadjes, grote kleiflappen, grote stenen, grote stukken amfoor, die werden gebruikt om al die rietmatten onder water te houden. En dat was in feite dus de vulling van de dam waar bovenop waarschijnlijk een plankier heeft gelegen, waarop gelopen is door de Romeinen. Het aardige is dat we toen we dit opgroeven, op die twijgjes nog blaadjes zaten. En dat is hier zichtbaar. Helaas heb ik alleen een zwart-wit foto ervan. Kleurenfoto's hadden we toen meteen moeten maken na het blootleggen, want de blaadjes waren nog groen en die kleurden vrijwel direct bruin na het ontdekken daarvan. Er zijn ook sporen gevonden van het fort zelf. Hier zien we een paar grachten, ook eentje die nog doorsneden wordt, zodat je meteen al weet van nou, we hebben hier met meerdere fasen te maken. En dat zijn grachten zoals je hier ziet, veegrachten, V-vormige grachten in doorsneden. En een deel van de sporen die we hier in deze put ook vonden, die hebben te maken met de houtaardewal. Die houtaardewal die werd gevuld met grond die afkomstig was uit de grachten. En dan bij elkaar gehouden werd door een houten staketsel, als het ware, van allerlei balken en palen. Uiteindelijk hebben we dat fort van Velzen 1 vrijwel compleet in beeld gekregen. En hebben we ook een facering daarin kunnen maken. Dit is de oudste fase, een driehoekig kamp aan de zuidoever dus van het Oerij. En buiten dat primaire kamp, waar ook nog een gebouwspoor in aangetroffen is, een waarschijnlijk een scheepshuis, waar dus een galei op de oever gelegd kon worden. Daarbuiten lag ook nog een annex, een werkgebied of eventueel een terrein waar nog meer troepen ondergebracht konden worden ten tijde van campagnes. Dit fort is ongeveer 1 hectare groot. En dan weet je, als je een fort van 1 hectare groot hebt, dan heb je het over een eenheid die rond de 500 man groot was in de Romeinse tijd. Want daar had je dan ruimte genoeg voor om die onder te brengen. Dit is de tweede fase van het fort. Dan zie je dus de outline veranderen van een driehoek naar een meer vijfhoek. Overigens, degene wat ik net liet zien, die Wespier, dat die kop daarvan, dat ligt daar. En nog wat andere havenwerken die zijn aangelegd in het Oerij. Eén steiger ligt buiten de primaire verdediging. Dat heeft ons altijd verbaasd. Er is één spoor wat helemaal afwijkt. En het is mogelijk dat dat een vuurtoren is geweest. Dus een baken waarop schepen konden navigeren. Ook dit fort had een werkterrein. Ook dit fort is 1 hectare groot. En de laatste fase wordt het fort 2 keer zo groot. En dan heb je dus over 2 hectare een mogelijkheid dat er 1000 man hebben gelegen op dat moment. En ook daarin is een scheepshuis aangetroffen, in dit geval een dubbel scheepshuis. Daar konden dus 2 galeien naast elkaar liggen. Andere sporen van gebouwen binnen het fortterrein die ontbreken vrijwel geheel. Er zijn wat waterputten gevonden, daar kom ik zo meteen nog even over te praten, maar gebouwen dus vrijwel niet. Dat zou kunnen dat een groot gedeelte van de tijd de troepen ondergebracht waren in tenten. Of tentbarakken, als er een houten staketsel over de geitenleren tenten zijn neergezet. En je hebt trouwens heel veel geiten nodig om eens zo'n tent te bouwen of te maken. En die tenten die werden gebruikt door de kleinste eenheid in het Romeinse leger. Dat is een contubernium, dat is een eenheid van 10 man. En dan zul je zeggen van ja, die liggen dan wel heel knus en krapjes in een tent van 3x3 meter. Je moet je bedenken dat er eigenlijk maar ruimte hoefde te zijn voor 8 man. Omdat er van die 10 er altijd 2 dienst hadden. Die waren altijd op wacht of iets in die geest. We hebben wat stukjes van tenten.
En we hebben nog veel meer houten tentharingen. Zowel uit de haven, dus in de afvallaag in het havenbekken van wat dus in het Oerij is ontstaan. Ten tijde van de Romeinse tijd. En ook een aantal, een fix aantal trouwens, die gevonden zijn in een van de grachten van de laatste fase van het fort. En ja, dan is de laatste fase. Dan denk je er ook vooral aan van ja, op het moment dat ze wegtrekken, dan gooien ze alles weg wat ze niet meer direct konden gebruiken. En dat zou dus onder andere die tentharing geweest kunnen zijn. Die zijn redelijk snel te maken. Ik zei van, we hebben weinig gebouwsporen, maar we hebben wel aanwijzingen dat er gebouwen hebben gestaan die meer waren dan alleen maar een tent. We hebben in een van de waterputten stukken huttenleem gevonden. Dat is dus ja, de verbrande wand van een gebouw, waar een visgraatmotief ingedrukt was. Nou, zo'n visgraatmotief wordt aangebracht in zo'n laag om een pleisterlaag vast te houden. Het is dus gewoon een verankering van een pleisterlaag. En als je een pleisterlaag hebt, één stap verder is een muurschildering. Dus dit kan wel een gebouw zijn geweest wat enige status had. Dus of de commandantswoning, het praetorium, of het hoofdkwartier, de principia. En in een principia was altijd een sacrum aanwezig, het vaandelheiligdom. Waar dus de vaandels opgeslagen werden om in de buurt van de goden te zijn. Het vaandel, mensen die in het Nederlandse leger hebben gezeten in hun diensttijd, die weten het vaandel is heilig. Dat vaandel wordt gegroet. Dat was bij de Romeinen ook al zo. Dus de goden waakten over de vaandels. En het was ook een absolute schande als zo'n vaandel verloren ging. Daar ga ik zo meteen ook nog even over praten. Over vaandels. Ik zei al waterputten. Waterputten komen in twee vormen voor in Velzen 1. De zogenaamde carréputten, de vierkante putten, waar we hier een voorbeeld van zien. En een versie waarbij afgedankte wijnvaten zijn gebruikt. Ja. Daar werd de bodem en de deksel uit verwijderd. Tenminste, het vat was wel eerst leeggedronken natuurlijk. En daarna werd het ingegraven. En dat werd op een zeer arbeidsextensieve manier ingegraven. Het vat werd op de grond gezet. Er ging één man in staan en die groef alleen de grond uit direct onder het vat. Dus dat vat dat zakt langzaam naar beneden. Dus daar heb je heel weinig kuil voor nodig. Romeinen waren best wel slim wat dat betreft. Dit is een beetje zelfkicken. Gekheid. Dit is het resultaat van het onderzoek in Velzen 1. Twee proefschriften van mijn voorganger Jaap Morel. Helaas overleden inmiddels. Hij heeft zich gestort op de sporen van het fort en de facering. En mijn werk is in 1997 verschenen. En dat gaat met name over het vondsmateriaal. Van wat is er gevonden in Velzen, hoe kun je duiden, wat is de facering op basis van de datering van het vondsmateriaal. En we hadden het net over een reconstructie. Nou, dit is een reconstructie vanaf de andere kant. Die op de kaft van mijn proefschrift staat. Ik wist dat die ging komen. Dus. Dan naar Velzen 2. Het eerst ontdekte fort. Althans, fortlocatie. Ontdekt kort na de oorlog. In de uitgeworpen grond van een tankgracht die aan de oostkant van de vestung IJmuiden lag. De IJmuiden was had de hoogste graad van verdediging. En hier loopt de Amsterdamse weg. En daar is op een gegeven moment een doorgang geweest. En met name in deze hoek werd vondsmateriaal gedaan. Een aantal scholieren vonden die scherfjes. Die brachten ze bij hun tekenleraar, meneer Kalkoen. Tekenleraar bij de Rijks-HBS in IJmuiden. En die herkende meteen daar Romeins materiaal in. En die trad ook meteen in correspondentie met de Universiteit van Groningen. Die hevig gereageerd van het is prachtig materiaal wat we daar hebben. Dit is een van de voorbeelden van de brieven die hij gestuurd heeft. En hij tekent hier ook een pottenbakkerstempel, wat je hier ook ziet op dit stukje aardewerk. En het werd al direct herkend van nou, dat zit rond 40, 50 na Christus.
En er werd ook al gespeculeerd over van ja, wat zou die hier kunnen hebben. Degene die speculeerden zijn met name professor Van Giffen en zijn assistent, de latere professor Glasbergen. En Glasbergen heeft altijd beweerd dat dit stukje de allereerste publicatie was over Romeins Vels. Dat was helaas niet waar. Dit is namelijk nummer 2 van een tijdschrift wat uitgegeven is in Vlaanderen. En in het nummer 1 heeft de redacteur, meneer De Weert, een Belg, al geschreven over Romeins Vels. De vondst aan de einde. Maar goed, nee. Zo kun je dus op verkeerde benen worden gezet. Maar goed, zij speculeren al van ja, vondsten uit de eerste helft van de eerste eeuw na Christus, zo rond de jaren 50, 40-50. Dat kan betekenen dat hier al heel vroeg Romeinse importen zijn terechtgekomen. Of we hebben hier te maken met een Romeins militair kamp. Nou, dan maken ze ook nog plannen om te gaan graven. Daar komt er niks van, want Van Giffen gaat in Vechten aan de gang. Dat ligt bij Utrecht. Het lijkt op Velsen, maar het is het niet helemaal. En had dus geen tijd meer. Wat er wel in de tussentijd gebeurde, in de jaren 50, is dat de Velsen tunnel werd aangelegd. En die ging dwars door de vindplaats heen, want de Velsen tunnel is, die heeft de Duitse antitankgracht volledig doen verdwijnen. En bij dit werk zijn ook nog waarnemingen gedaan vanuit de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek. Met name de Modderman is hier actief geweest. Die heeft een aantal sleufjes gegraven. Die wist van de vondsten van dat Romeinse materiaal. Heeft zelf ook wat Romeins materiaal gevonden. En die kwam tot de conclusie, nou, hier ga je geen sporen van een Romeins fort meer vinden. Want het Wijkermeer, wat ontstaan is in de middeleeuwen, heeft die fortlocaties van Velsen 2 volledig verspoeld. Nou, Velsen 1 was ook verspoeld. Daar heb ik net prachtige sporen van laten zien. Het viel dus eigenlijk wel mee. Ja, Montemann heeft me waarschijnlijk precies op de verkeerde plekken gezeten met zijn sleuf. Dus die conclusie bleef hangen van ja, we gaan geen sporen meer vinden van de fort. Dus de Rijksdienst heeft toen verder geen actie meer ondernomen hier. In tegenstelling tot de amateur-archeologen. Sterker nog, Kalkoen heeft mensen gemobiliseerd om zoveel mogelijk naar de Velsen tunnel te komen, zoveel mogelijk vondsten te verzamelen. En wat heeft dat uiteindelijk toe geleid? Nou, de oprichting van de AWN, de Landelijke Vereniging van Amateur-archeologen in Nederland. Nou, hier wat voorbeelden van vondsten die gedaan zijn, onder andere typisch militair materiaal. He, dus de vraag van, hebben we hier te maken met een nederzetting waar al heel vroeg importen terechtkomen, een inheemse nederzetting? Nou, dat kunnen we vergeten. We hebben hier te maken met een militaire nederzetting. Want we hebben hier militair materiaal, we hebben delen van een schobbejak, een schubbepantser, Lorica squamata. Ja, en in 1964, dan is Glasbergen, de assistent van Van Giffen, hoogleraar geworden in Amsterdam. Die wist nog van die prachtige vondsten daar uit Velsen. En die gaat dan samen met de amateur-archeologen in Velsen een opgraving beginnen. Aan de oostkant van de Velsen-tunnel wordt een grote waterleiding aangelegd. En ter hoogte van de grootste vondstconcentratie in die sleuf maken ze een sleuf in dit geval is dit put C, die oost-west gericht is. En we kijken hier richting het oosten. Hier zien we de Amsterdamse weg met het Noordzeekanaal daar pal achter. Ik laat het plaatje altijd zien. Ik kan niet anders, want ik ben degene die hierin ligt. Dat is ook een waarschuwing van hoe jonger je kinderen meeneemt naar iets wat je leuk vindt. Ja, dat gaan zij dan ook leuk vinden. Onbewust krijgen ze dat mee. Tijdens het onderzoek wat ik gedaan heb naar alle documentatie rondom Velsen 2, ben ik nog een plaatje tegengekomen die nog veel leuker is. Deze mevrouw is niet mijn moeder. Mijn moeder is hier hard aan het werk, is amateur-archeoloog, net als mijn vader die daar zit te tekenen. De foto die ik ontdekt heb, is deze.
ik heb concurrentie. Ik ben heel erg benieuwd wie die andere was. Dat heb ik niet kunnen namen. Dit is wel mijn vader. En die dame die op ons past op dat moment is even weg. En misschien is dat ook de reden dat mijn moeder is op gaan staan. Van god, past er nog iemand op mijn kleine? Ja, dat is mijn vader dus op dat moment. Dus zo levert het ook nog wat persoonlijks op. Nee, mijn broertje is 2 jaar jonger dan ik en dit is 1964. Dus dat is, ja, toen was hij er nog niet. Bij mijn weten tenminste. Waar Modderman dus zei van er zijn geen sporen. Nou, Wim Bosman zit niet voor niks op de eerste rij. Want samen hebben wij in 1997 sporen ontdekt van het fort. Sporen in de zin van een aantal grachten. En die grachten die zijn hier op een tekening neergezet. En hier zien we ook nog een roze spoor en dat is een walindruk. Hier ligt de walindruk. Ziet u hem? Ja, er zit inderdaad een deuk in de bodem. En die deuk komt door een zwaar lichaam wat er bovenop gelegen heeft. Dat is ook de reden dat hier die gracht zo goed bewaard is geweest, gebleven. Want verderop, waar die dus buiten die walindruk ligt, is hij veel ondieper. Is hij nog maar 10, 15, 20 centimeter diep. Dus we hebben sporen. We hebben een fort. En wat ik net ook al met dit plaatje aan wou geven. We hebben hier een gracht. We hebben hier een wal. Dat is gek. Want als dit een onderdeel van een wal is, ligt hij aan de verkeerde kant van de gracht. Want het fort zou eigenlijk deze kant op moeten liggen. Deze wal kan dus ook al niet ten opzichte van deze sporen. Dus we hebben hier sowieso al verschillende fasen. En dan ook nog deze gracht die dwars door die wal heen gaat. Of er eigenlijk onderdoor heeft gelopen. Die gracht is weggedrukt, dus die is ouder. Dat is nog een extra fase. Dus we hebben al meerdere fasen te maken, ook in Velsen 2. Sporen hebben we ook nog kunnen dateren. Helemaal in het noorden van de sleuf die we toen gegraven hebben, hebben we een paar planken ontdekt waarvan de meest westelijke plank van eik is. En die is op basis van de jaringmethode te dateren. En die was te dateren op de winter van 42 op 43 na Christus. Toen ik dat hoorde, sprong ik nou, een gat hier in dit plafond, om maar bij wijze van spreken. Deze datum kan je alleen maar van dromen, want dit is het jaargetijde voor 43 na Christus, en dat heb ik al eerder genoemd vanavond, dat is het jaar dat de Romeinen oversteken over het kanaal om Engeland te gaan veroveren. Dus er is een verband, hoe je het went of keert, er is een verband met die aanval op Engeland. En aardig is van het combineren van al die gegevens uit de diverse onderzoeken, is dat die plank die wij, of die planken die wij gevonden hebben hier, ook in de buurt liggen van nog meer planken. Planken die in 1964 zijn gezien en het jaar voordat we die opgraven deden, 1996 ook. Mogelijk heeft hier of een poort of een toren gelegen van dat fort van Velsen 2. Die sporen hebben ook nog een mooi effect gehad. Want op dat moment konden we aantonen, ja, we hebben echt iets substantieels. En vervolgens is Velsen 2 ook als een rijksbeschermd monument te boek gesteld. Daar kan dus niks gebeuren zonder dat er eerst gedegen onderzoek wordt uitgevoerd. In 1964 zijn dan misschien, ja, er zijn wel wat sporen gevonden, maar niet goed herkend. Maar in ieder geval in de haven van Velsen 2 zijn wel degelijk ook wat waarnemingen gedaan. Er zijn palen gevonden en wat nog belangrijker is, is deze iets donkerder gekleurde zone waar we de Romeinse afvallaag hebben gevonden. De afvallaag die in de Romeinse tijd daar ontstaan is en niet verspoeld is. Dit is dus het in situ materiaal wat dus niet van zijn plek af geweest is. Hier zit met name in deze put ook een concentratie aan bijvoorbeeld leer. Dus wat je elders niet meer hebt omdat het juist dat de zone is waar de zaak verspoeld is. Wat ziet u hier? U ziet allemaal rijtjes palen. Dezelfde palen die we hier ook zien. En je ziet hier wat liggend hout. Dat zit dus in die Romeinse afvallaag. Dat zijn dus palen die uitgetrokken zijn. Waarschijnlijk op het moment dat de Romeinen Velsen 2 hebben verlaten. En een deel van die havenwerk hebben gesloopt.
Precies hetzelfde hebben we in Velze 1, waar ook structureel wat delen zijn gesloopt, zodat het niet meer hergebruikt kon worden door de lokale bevolking. En dan eigenlijk de grootste verrassing van het onderzoek wat ik uitgevoerd heb. In 1966 is er een leiding aangelegd aan de westkant van de tunnel. Dus niet dat onderzoek wat ik heb laten zien was vooral aan de oostkant. Maar aan de westkant van de Velze tunnel zijn ook sporen ontdekt. Daar zijn waarnemingen gedaan, zijn dia's gemaakt, zijn zwart-wit foto's gemaakt. Er zijn zelfs wat schetsjes van de profielen. Waarin zelfs sporen zijn geschetst, maar verder niets. Er wordt niet over gerept van wat dit zou kunnen zijn. Het is het niveau waar wel bij staat, ROM, vraagteken. Deze meneer van het Instituut voor Pre- en Protohistorie had een uitermate beroerd handschrift. Dit valt nog mee. Ik kan zijn kriebeltjes inmiddels wel ontcijferen, dus ik weet zeker dat hier ROM vraagteken staat. En dat is dit niveau, waar dus dit spoor in zit. En wat we hier zien is een Romeinse veegracht, zo'n V-vormige gracht met een slot onderin of enkelbreker, die bijna in lengte richting doorsneden is. Vandaar dat hij er zo raar uitziet, dat spoor. Want als je hem dwars door zou snijden, dan zou je een spoor zoals dat hebben. Dat is niet de enige plek waar zoiets gevonden is. In 1970 hebben de amateurarcheologen van Velze ook een vergelijkbaar spoor ontdekt, waarin ook nog eens een keer in de middeleeuwen een waterput dwars doorheen gegraven is. Maar uit dat spoor komen vondsten zoals deze, en dit is een dwarsdoorsnede van een kruik handgreep. Maar deze vondsten zijn niet verspoeld. Die komen dus uit een context die in situ ligt. Dus dit is echt uit de gracht zelf. Punt 30. De veegrachtput, zoals meneer Fons die op dit kaartje heeft weergegeven. Die gegevens allemaal gecombineerd komen uiteindelijk tot een plaatje zoals dit. Dit is een detail van de overall plaat die ik gemaakt heb, waar opgravingsputten op staan van zowel 1964 als 1970. En dit is die put waar ik zelf in lag, met een reconstructie van mogelijk havenwerken. De locaties van de wal en de grachten hier. En nog een gracht die in 1982 is gezien. De locaties van de grachten die in die sleuven zijn gezien, zoals hier. Hier in het zuiden en hier verder naar het noorden. Dit is de locatie van die gracht die net in punt 30, de veegrachtput, werd genoemd. Deze zou je eventueel nog kunnen verbinden met elkaar. Dit zou eventueel die kant op kunnen, maar ook hier zie je dan al, we hebben hier met verschillende fasen te maken. Ik heb vervolgens een berekening gemaakt van wat hebben we minimaal aan oppervlak hier. Wat binnen die grachten ligt. En dat is 11 hectare. Ik had net die plaatjes van Velze 1 en Velze 2 laten zien, waar een eenheid van 500 of 1000 man zit. De standaard eenheid. Hier gaan we er ver overheen. Hier gaan we richting een legioenskamp. Nou, dat is absoluut nieuw. Wouter Vos heeft hier pas geleden gestaan met een verhaal over Valkenburg. De ontdekking van de Castra van Valkenburg, het legioenskamp van Valkenburg. Tot vorig jaar wisten we maar van één legioenskamp in Nederland, Nijmegen. En binnen een jaar tijd hebben we er drie. Want Velze 2 is er ook één. Geen wonder dat je dan wereldnieuws hoort. Iets over de datering van Velze 2. De vondsten van Velze 1 geven duidelijk aan. We zitten tussen 15 en 30 na Christus. Bij Velze 2 is het in ieder geval duidelijk dat we te maken hebben met de periode 39 tot 47 na Christus. 39 is een datum die Wouter Vos ook genoemd heeft. Hij heeft er dendrodata bij. En er zijn zo verschrikkelijk veel overeenkomsten met Valkenburg dat ik echt durf te beweren, dit is tegelijkertijd aangelegd.
door Romeinse militairen, waar we militaire uitrusting van hebben, van de plaatharnassen, de schubbenpanzers, delen van paardentuig. Dus er zijn niet alleen mensen bezig geweest, de marineeenheden die over het water hebben gepatrouilleerd. Nee, er zijn ook ruitereenheden geweest in Velsen. Wat wapentuig die zowel door de marine als de cavalerie als de infanterie gebruikt kan zijn. Waarbij interessante stukken zijn zoals een keizermedaillon die ooit ook op een zwaardschede heeft gezeten zoals deze. En dit is ook zwaardschedebeslag. Degene die goed kijken, die herkennen daar meteen het meest bekende symbool van Rome. De wolf en Romulus en Remus. Of andersom, ik weet nooit wie is. Dat staat er niet onder. Die gezoogd worden door de wolf in. En zo ja, de ontstaansmythe van Rome weergeven. We hebben ook lange afstandswapens. Zowel in Velsen 1 als in Velsen 2. Lode slingerkogels, delen van bogen, ijzeren pijlpunten, deels nog gevat in de houten schacht. Dus ja, wapens die op afstand gebruikt kunnen worden om een eventuele tegenstander uit te schakelen. En hier is zo'n wapen in gebruik. Nou, dat zijn onder andere de pijlen die gebruikt zijn, die ik net liet zien. Dus vanaf een schip kun je dus heel makkelijk pijlen inzetten. Bogen inzetten. Onderdelen van schepen hebben we ook gevonden. Kabeltouw in 1964. Dat is een roeiriem. Het aardewerk wat gevonden wordt in de forten, dat duidt op aanvoer van materiaal uit de hele bekende Romeinse wereld. Zowel lokaal en iets verder weg, zoals dit materiaal wat uit Spanje komt, net als de olijfolieamforen. Dingen die uit het Rijnland komen, met name keulen en xanten. Uit de Eifel. En een enkele keer weten we ook wie de eigenaar is geweest van zo'n kruik zoals deze. Hier staat keurig de naam ingekrast van Gaius Bilius. En dat dit een dubbele naam is, geeft al aan dat het een Romeins burger was. En de Romeinse burgers die zaten in de legioenen of in de marine. En deze komt uit Velsen 2, dus we wisten eigenlijk al heel lang dat de legionairs in Velsen 2... waren. Alleen waren dus nog niet ons bewust van de grootte van dat kamp daar. Hetzelfde geldt voor deze meneer, Lucius Cominius. Alleen deze komt uit Velsen 1. Dat was dus een kleine kamp, maar daar zijn wel Romeinse legionairs aanwezig geweest. Dit is ook een aardige. Daar staat een omgekeerde C. En daarna de naam Hatmus. Ja, de kruik van Hatmus. Hatmi dus. De omgekeerde C is de aanduiding van een centurie, een eenheid van 100 man, meestal 80. Maar. En in dit geval stond hij onder leiding van Hatmus. En Hatmus is een naam die je eerder in verband brengt met Spanje dan met Italië of andere regio's. Deze is natuurlijk ook heel leuk. Of hij kon niet schrijven. Of ja, dacht van nou ja, dit kommetje kun je alleen maar met vissaus gebruiken. Wat hebben we nog meer om eventueel iets te kunnen gebruiken of om ja, te zien van waar komen mensen vandaan? Dat is onder andere deze mantelspeld die we in 1997 ontdekt hebben. Ten eerste is dit niet mannendracht, maar het is vrouwendracht. En bovendien komt hij uit de regio van het noordelijk Alpengebied. Dus het zou kunnen zijn dat een deel van de troepen, die in Velsen 2, waar dit plaatje van is, dat die daar vandaan gekomen zijn. Of in ieder geval, daar heeft een van die soldaten een dame aan de haak geslagen, die achter hem aan is gekomen om mee te gaan naar dat kille Velsen. De context waarom de Romeinen hier naar Velsen kwamen, waarom ze voor Velsen gekozen hebben. Nou, ik heb al een paar keer gezegd, ze zitten aan het Oerij. Het Oerij is een gebied wat vanaf de late ijzertijd steeds drukker bewoond gaat worden. Dat kan ook. Ja, het landschap verzoet. De mogelijkheden zijn daar om veeteelt te gaan plegen. En akkers in te richten en te gebruiken. En je ziet dus ook een
bevolkingsexplosie als het ware ontstaan in het gebied, dit Friese gebied, de lokale bevolking waar de Friese hier. Er is dus een strategische reden geweest voor de Romeinen om hier te gaan zitten. Een bevolkingsconcentratie, vlakbij een belangrijke waterweg, ik gaf al aan, de Romeinen zitten aan het Oerij, een water wat uiteindelijk in de Noordzee uitkomt, hier ter hoogte van Castricum. En dat kon dus door de Romeinen worden gebruikt om deels het binnenwater te bevaren, de zaak in de gaten te houden, maar ook buitengaats te komen om nog verder naar het noorden op te rukken. Dan is er ook nog een politieke reden. Ik gaf al aan, we hebben hier een bevolkingsconcentratie, maar we hebben hier ook een zeer belangrijke plaats voor de lokale bevolking. Een locatie ontdekt in het begin van de jaren 90 in de Velzenbroek. De vindplaats die wij Velzenbroek B6 hebben genoemd, de naam van het plandeel daar. Die locatie is een zeer lange tijd gebruikt als een heiligdom. Er zijn voorwerpen achtergelaten door de lokale bevolking. En wat je hier ziet is in feite hetzelfde wat de Romeinen ook hebben gedaan in andere delen van het Rijk, delen die ze veroverd hebben en vervolgens in hun macht kreeg. En dat deden ze onder andere door de heiligdommen, de lokale heiligdommen, in te palmen. Dat is hier ook gebeurd. Dat heiligdom in de Velzenbroek lag op nog geen 3 kilometer afstand van waar later de forten zijn ontstaan. Die konden ze dus zien liggen. Dus je zou Velzen dus ook als een soort van dwangburg kunnen beschouwen in dat kader. Een dwangburg ten aanzien van de lokale bevolking. Ik gaf aan, Velzen 1 begint in 15 na Christus. Dat is 15 na Christus, is de tweede campagne van Germanicus. Germanicus, om nog even wat familiebanden aan te halen, voor zowel Jona dat niet gedaan heeft. Germanicus was de broer van keizer Claudius, die later keizer wordt. Was de vader van Caligula. En samen met Drusus, een zoon van Drusus. En Drusus was een generaal die in 12 voor Christus de eerste contacten legt met de lokale bevolking hier, met de Friezen. Germanicus die onderneemt zijn acties tussen 14, 15 en 16 na Christus om de schande weg te werken die Varus was overkomen. Varus, de Varusslag, de verloren slag in het Teutoburgerwoud. Daar heeft hij niet plaatsgevonden, want hij heeft bij Calcrise in de buurt van Osnabrück gewoed. Daar zijn 3 Romeinse legioenen letterlijk de pan in gehakt. 3 vaandels verloren. Ik had het in het begin ook al over de schande die je dan over je afwerpt als je het vaandel kwijtraakt. Nou, daar raakten ze dus kwijt aan die verrekte Germanen, notabene. Die je eigenlijk alleen maar kon omschrijven als barbaar vanuit Romeinse optiek. Daar verlies je dan notabene legioensadelaars aan. Nou, Germanicus die gaat er dus op uit. Wel enige jaren pas nadat die varenslag heeft gewoed, want dat was 9 na Christus. Dus 14 gaat hij pas voor het eerst het Germaanse binnenland in. En hij is succesvol. Hij weet in ieder geval 2 van die vaandels terug te veroveren. In 17 na Christus dan staat hij eigenlijk op het punt om door te gaan met zijn acties, maar dan vindt de nieuwe keizer, want hij heeft zijn eerste acties nog uitgevoerd ten tijde van keizer Augustus. Maar de nieuwe keizer, keizer Tiberius, die zegt dan, ja, het is genoeg geweest. Jij krijgt je zegentocht in Rome, de grootste eer die een Romeins veldheer kan overkomen. Daar hebben we hier een munt van die dat weergeeft. Die zegentocht wordt in 17 na Christus ondernomen. En wordt ook nog in Nederland gemarkeerd. Deze 2 stenen van een groot stenen zuilmonument staan tegenwoordig in het museum Valkhof. Die zijn gevonden in Nijmegen. Waarschijnlijk de locatie waar het hoofdkwartier heeft gelegen van Germanicus. Dan houdt het dus op wat betreft die campagnes. Maar, wat schetst onze verbazing? Velzen 1 wordt gehandhaafd. Dus om de een of andere reden, dat fort wat aangelegd was ten tijde van die campagne van Germanicus, de tweede campagne van Germanicus, blijft in gebruik. En dat kunnen we bewijzen. Die palen die we hier zien, de kop van de wesp hier, daar nog een keer, die palen die rood zijn, dat zijn eikenpalen.
Die eikenpalen zijn gedateerd op de winter van 20, op 21 na Christus. Dus dat is beduidend na 17 na Christus. Dus wat is hier aan de hand? Waarom zijn ze gebleven? Er is een verhaal, een historisch vastgelegd verhaal van Tacitus over de opstand van de Friezen. Het verhaal is met name dat de Romeinse stadhouder, om hem zo maar even te noemen, Olennius, op een gegeven moment eigenmachtig de belastingen zou verhoogd. Daarbij wordt beeldspraak gebruikt. Tacitus omschrijft de belasting als runderhuiden. En met name dan de huiden van het oeros. Oeros, wildbeest, dat bedoelde Tacitus namelijk helemaal niet. Het ging niet om de huiden. Het ging waarschijnlijk om heel andere dingen. Het gebruik van de gronden die de Friezen aan de Romeinen hebben af moeten staan. Soldaten die gerekruteerd zijn onder de Friese bevolking. Lokale proviandering die te hoog werd ingezet door de Romeinen. Te veel druk op de lokale voedselvoorziening. Dus waarbij dan de Friezen zelf te weinig te eten zouden kunnen hebben gekregen. Dat zal hier bedoeld zijn. En daardoor zijn ze in opstand gekomen. Ergens rond 29 na Christus. Want ook het jaartal, wat Tacitus noemt, 28, is mogelijk niet correct. Waarschijnlijk is dat 29 na Christus geweest, want dat is een datum die we ook kunnen koppelen aan vers 1. Vers 1, misschien realiseer je dat ook niet, die opstand van de Friezen hebben daarvoor gezorgd dat vers 1 het oudst bekende slagveld van Nederland is. De Friezen hebben het fort aangevallen, zoals Tacitus het ook beschrijft, maar ze hebben het niet ingenomen. Onder andere doordat de Romeinen lode slingerkogels op die aanvallende Friezen hebben afgevuurd. Kogels die steeds sneller gemaakt zijn. Aanvankelijk hebben ze nog de standaard munitie. Uiteindelijk hebben ze gaatjes in de grond gemaakt om snel lood in te gieten. Lood hadden ze voor handen, want er werden schepen gerepareerd op Velze 1. En uiteindelijk hebben ze zelfs het meest basale instrument wat de mens heeft, een vinger, in het zand gestoken. Dat gaatje volgegoten en meteen die kogel weggeslingerd. Dat patroon wat we hebben gevonden van die verschillende types van kogels, laten gewoon de aanval ook zien op het fort en uiteindelijk het terugtrekken van die Friese aanvallers. Daarna zijn de Romeinen niet bij machte om meteen tegenacties te ondernemen tegen die Friese. En dat kan ermee te maken hebben dat er gewoon te weinig soldaten beschikbaar waren op dat moment. Er zat misschien maar een eenheid van 20, 25 man om alleen maar het fort te bemannen en waar te nemen. En eer dat de versterkingen vanuit het zuiden waren opgerukt, waren de Friese aanvallers al lang al verdwenen in de moerassen van Noord-Holland. Er zijn slachtoffers gevallen, die hebben we ook teruggevonden. We hebben onder andere dat complete skelet van een soldaat in een waterput gevonden, die nog een deel van zijn wapenrusting bij zich had. Er is nog een waterput gevonden waar er twee mannen in lagen en daar komt die munt uit. En dat is een munt die qua type gedateerd wordt tussen 22 en 30 na Christus. Dit is een munt die is tempelfris. Dus als je zegt van nou die is in 29 in de grond geraakt, dan kan dat heel erg goed. Waarom lagen de lijken in waterputten? Er lagen niet alleen mannen in die waterputten die in een noodbegraving zijn bijgezet, want ook deze meneer was netjes bijgezet, want een deel van zijn wapenrusting had hij nog bij zich. Maar we hebben ook een half paard, een kreng, gevonden. En op het moment dat je kadavers in een waterput begraaft of neerlaat, vergiftig je het grondwater. Dat is de belangrijkste aanwijzing die we hebben, dat de Romeinen zijn vertrokken met het doel van we gaan hier niet terugkomen en we gaan er ook voor zorgen dat deze plek onbewoonbaar blijft. Dat is dus het verhaal. Velze 1 wordt deels gesloopt. Er worden delen van de havenwerken worden uitgenomen. Delen worden verbrand. We hebben een brandlaag gevonden in de haven zelf. En ze trekken weg om reden van ja, die vergiftiging. 37 na Christus, ik ga nog even terug naar dit plaatje. 37 na Christus, hier ligt
ongeveer een hele grote waterput van 3 bij 3 meter. Die wordt kort na 1937 hersteld, want het hout wat gebruikt wordt is ook via de jaringmethode gedateerd op rond 37 na Christus. Nou, daar zat geen spindhout meer op, dus je moet er iets een paar jaren bij tellen. 39 na Christus zou dan een hele goede optie zijn, want dat is ook het jaar dat deze meneer, keizer Caligula, in ons land is. Dat weten we zeker, want de wijn die hij meenam in zijn hofhouding, en waarschijnlijk ook zelf opgezopen heeft, hebben we op 2 plaatsen teruggevonden. De wijnvaten waar het brandmerk op staat, wat verwijst naar de keizer. Dat is dus niet een handige wijnhandelaar geweest die met keizerwijn ging adverteren. Nee, dit is van de keizer zelf. Ja, die Gaius Caesar, Gaius was zijn eigenlijke naam en de wandelgangen heet hij Caligula. Er is een wijnvat gevonden in Vechten en er is een wijnvat gevonden in Valkenburg. Valkenburg, Wouter Vos is daar uitgebreid op ingegaan, hè, op dat grote legioenskamp daar, het Castellum. Met name de vondsten van het Castellum zijn al heel lang goed bekend. Hè. Daar is in de oorlog al gegraven door Van Giffen onder andere, maar in de naoorlogse jaren door het Amsterdamse Instituut voor Pre- en Protohistorie. En die vondsten zijn gepubliceerd, althans de belangrijkste ervan. En als je daarna goed naar kijkt, zie je heel veel overeenkomsten met de vondsten van Velsen 2. Zozeer dat je echt kan zeggen, dit fort van Velsen 2 is gebouwd door dezelfde mannen die ook in Valkenburg aanwezig waren. Dat kun je onder andere zien aan de gordelplaten, maar ook de wijze van bouwen. Het funderen van de zwaardere palen van bijvoorbeeld poorten en torens op liggende planken. Dat vinden we zowel in Velsen 2 als in Valkenburg. En beide hebben dus te maken, gezien het feit dat Caligula al de voorbereidingen aan het treffen was voor de oversteek naar Engeland. Caligula, ook al heette hij soldatenlaarsje, maar dat was vooral omdat hij in het gevolg van zijn vader Germanicus meeging op campagne. En dan parmantig op zijn soldatenlaarsjes door het kamp liep. Caligula had geen enkel militair succes. Dus hij had als keizer een militair succes nodig. En hij had het idee opgevat, het mooiste wat ik nu kan ondernemen is hetgeen wat Julius Caesar, de grote Julius Caesar, ook al heeft gedaan. Ja, Gallië kon hij niet meer veroveren, dat was al in bezit. Maar Julius Caesar is wel overgestoken naar Engeland. Hij is er kort geweest, hij is weer teruggetrokken. Maar Caligula had het in zijn hoofd gezet van ik ga Engeland veroveren. En gaat de voorbereidingen treffen om die verovering ook mogelijk te maken. Dus er worden forten gebouwd. Bijvoorbeeld in Valkenburg en in Velsen. Met het doel om dat te gaan ondernemen. Caligula is geen lang regeerperiode beschoren. In 1941 wordt hij vermoord en wordt dan opgevolgd door keizer Claudius. En tijdens keizer Claudius en zeker zijn voorganger Caligula wordt dus een groot kamp bij Velsen 2 aangelegd. Dat is niet het enige. Ik had u beloofd, ik ga ook nog een klein stukje ten noorden van het kanaal. We hebben te maken met een militair landschap in de omgeving van Velsen. En waarschijnlijk meer nog dan we nu weten. We hebben 2 forten en we hebben een aantal locaties waar typisch Romeins materiaal vandaan komt, wat eigenlijk alleen maar in een militaire context kan geplaatst worden. Bij de locatie Krommeniethain is in ieder geval duidelijk dat daar tot 2 keer toe een wachttoren is gebouwd. Een Romeinse wachttoren van dezelfde afmetingen zoals de torens ook in bijvoorbeeld het fort van Velsen 1 zijn aangelegd. Alleen daar dan ingekapseld in een wal. Hier is het een losstaande wachttoren, een waarnemingstoren. Die ligt daar op een strategische positie in de buurt van het Oerij bij een van de belangrijkste stromen die daar naartoe lopen. Hetzelfde geldt voor deze locatie ten noorden van Spaarnedam, waar het Spaarne, of de voorganger van het Spaarne, het Oerij inkomt. En we hebben ook in het centrum van Haarlem een paar vondsten die je eigenlijk ook alleen maar in een militaire context zou kunnen plaatsen.
Daar ligt geen water, maar daar heb je te maken met de landroute over de strandwallen richting het zuiden. En als je die verder vervolgt, kom je uiteindelijk bij Valkenburg uit. Ik had jullie al paardentuig laten zien. Dat is ideaal, een ideale route om met je paard natuurlijk heen en weer te patrouilleren. Zaten die Romeinen hier voor de Friezen? Nee, dat denk ik niet. Die Romeinen zaten hier vooral omdat het gevaar nog verder uit het noorden kwam. Er is in het noorden van Duitsland, nou deels ook nog Oost-Groningen, een volkstam die heette de Gauken. Daar kwam het gevaar vandaan. De Gauken worden keer op keer in Romeinse bronnen ook genoemd als lastig, als zeerovers, lieden die je niet kon vertrouwen. En die worden een aantal keren aangevallen door de Romeinen. Een van de mannen die die aanval onder andere uitvoert is Gabinius Secundus, die de bijnaam Gaucius krijgt. Die bijnaam krijgt hij niet voor niks. Dit is het grafmonument van Gaucius. Wat zien we daar? We zien een adelaar. Gabinius Secundus is degene die de derde verloren gegaane adelaar van Varus terug veroverd. En die verovert die op de Gauken. En het interessante is dat de Gauken ten tijde van de Varusslag geen deel uitmaakten van dat Germaanse stammenverband. Die zijn in de periode daarna zo belangrijk geworden dat ze uiteindelijk de hand hebben weten te leggen op die derde Romeinse legioensadelaar. Want zij wisten ook, dit is de hoogste prijs die je op de Romeinen kunt veroveren. De Romeinen gaan er niet voor niks achteraan. Zoals deze generaal. Hij is niet de enige die dat doet, want in 47 na Christus hebben we te maken met Corbulo. Nog een generaal die opnieuw naar het noorden trekt om in het gebied van de Gauken voor eens en voor altijd orde op zaken te stellen. Ook Corbulo zou van Velzen 2 gebruik hebben gemaakt als uitvalsbasis naar het noorden toe. Het aardige is dat we in Velzen 2 en trouwens ook in Velzen 1 Gaukisch aardewerk hebben gevonden. Er is dus wel ook wel het een en ander meegenomen, terug meegenomen uit dat gebied. Potjes met, gevuld met het een en ander en mogelijk ook mensen die tot slaaf gemaakt zijn, zoals je dat tegenwoordig hoort te noemen. Corbulo die probeert dus ook dat oerei in ieder geval open te houden. Even een plaatje van een gracht die gegraven wordt. Zoiets stel ik me dan ook voor om ja, dat gat bij het oerei open te houden. Maar dat werk werd steeds lastiger natuurlijk als zo'n zeegat dichtzand. Vooral omdat er te weinig aanvoer is van water vanuit het binnenland. Dus te weinig tegendruk tegen die zee die wel zijn zand bleef aanvoeren. Ja, dan blijf je aan het scheppen natuurlijk. Dus dat is een argument waarvan je zou kunnen zeggen van nou, Corbulo houdt het op een gegeven moment voor gezien in Velzen. In 47 na Christus, want dat heb ik gezegd, 47 na Christus houdt Velzen 2 op. Er kan nog een reden zijn geweest dat Corbulo had succes in dat noorden. Het zou best kunnen zijn dat Corbulo heeft gedacht van nou, de Gauken zijn nu definitief verslagen. Ik kan terug. Ik kan terugkeren naar het gebied verder naar het zuiden toe. En die Friezen heb ik dan sowieso niet meer nodig. Dus die forten bij Velzen kan ik verlaten. Het wordt echt verlaten omdat keizer Claudius het bevel geeft aan Corbulo. Zo wordt het dan omschreven in de bronnen. Dat Corbulo eigenlijk een beetje verbaasd is. Misschien was dat wat schijn. Want om de reden die ik net noemde was het misschien helemaal niet meer te handhaven hier. En Corbulo klaagt dan wat. Ja, de keizer die beslist wel dat ik moet terugtrekken. Maar ja, ik ben een goed generaal, dus ik luister naar mijn keizer. Ja. Anders was hij waarschijnlijk ook een kopje kleiner gemaakt. Of in ieder geval van zijn functie ontheven. Hè. Had die functie elders gekregen. 47 na Christus is overigens een interessant jaar. Niet alleen Corbulo moet terugtrekken op last van keizer Claudius. Maar keizer Claudius geeft ook het bevel om in Engeland, waar ze inmiddels een heel eind opgerukt zijn, het halve land is inmiddels veroverd door de Romeinen, daar laat hij ook pas op de plaats maken. Het is alsof keizer Claudius op dat moment even op de resetknop drukt en zegt van nou even pas op de plaats maken. We gaan even bekijken wat we hebben tot nu toe. En
We gaan eens even recapituleren. Gaan we verder? Nou, in ieder geval niet in het Hoge Noorden. Velzen 2 wordt verlaten en uiteindelijk gaan ze in Engeland wel door met de campagnes. En dan is er nog een laatste verhaal. Dan is Velzen al verlaten, maar de Friezen komen dan toch nog een keer in beeld. In ieder geval twee die we met name kennen. Ferritus en Malorix. Ferritus en Malorix zijn, ze worden vorsten genoemd, hoofdlieden, maar dat is in de Romeinse klassieke literatuur mogelijk verkeerd vertaald. Misschien waren het alleen maar vertegenwoordigers van de Friezen. Wat wel gebeurd is, is dat ze naar Rome zijn gegaan en uiteindelijk een audiëntie hebben gekregen bij de keizer. Dit is een verbeelding daarvan, waarbij de keizer helemaal rechts wat arrogant zit te kijken. Dit is trouwens een muurschildering die hangt in Leeuwarden in het provinciehuis. Dus ja, dat is de oudste, bij name bekende Friese, ja, die moet je natuurlijk vereren. En zeker als ze dan ook nog de euvele moed hebben om naar Rome te gaan. Want denk je dat eens even in, deze twee boerenkinkels komen wel bij de keizer. Het is alsof ik vandaag op het vliegtuig stap en morgen bij Biden in het Oval Office in het White House komt te zitten van, joh, zit er geen koffie of geen koekje bij de koffie? Want, ja, dat soort verhoudingen moet je denken. Dit is eigenlijk ongehoord dat die twee lieden die kant op gingen. En wat kwamen ze daar doen? Ze kwamen eigenlijk bepleiten dat ze de zones die vrijgehouden moesten worden voor het Romeinse leger, dat ze die weer in bezit wilden hebben. De kans is heel groot dat ze daarbij doelden op de locaties van Velzen 1 en Velzen 2. Die wilden ze weer terug. Ze wilden daar weer boeren. En dus een boerderij bouwen, een veeg laten grazen en de akkers weer inzaaien. Waar ze in feite al mee begonnen waren, het is dat er een Romeinse patrouille kwam. Het gebied werd dus nog steeds gecontroleerd door de Romeinen in die tijd. En dan hebben we het zo of over 49 of 54 na Christus. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dit precies gespeeld heeft. Er zijn twee bronnen die dit verhaal vermelden en allebei noemen ze een andere keizer. Keizer Claudius of keizer Nero. Maar goed, dat is niet het belangrijkste. Wel het feit dat ze dus die Friezen in ieder geval weer aanspraak maakten op hun eigen terrein. En de Romeinen dat niet toelieten. Uiteindelijk komt het allemaal goed en nemen ze het wel in bezit, maar dan is er wel wat tijd overheen gegaan. En in 47 na Christus, dan is het dus gedaan met Velzen. En dan ontstaat een limes. De noordelijke Rijnsgrens, die dan min of meer vast blijft. En enkele keer steken de Romeinen nog de Rijn over om wat te ondernemen. Wat tijdelijke kampen, onder andere bij Ermelo. Maar er is een grens getrokken. De belangrijkste reden waarschijnlijk om niet verder op te rukken, is dat er voor de Romeinen te weinig te halen viel in dat Germaanse gebied. Gallia was toch het belangrijkste als wingewest. Er werd een zo breed mogelijke buffer rondom aangelegd. Dus dat de Rijn werd uitgekozen als grens is daarmee wel logisch. En dat plaatje rechtsboven, dat slaat natuurlijk ook op de Friezen. Voor de mensen die het niet kunnen lezen, links zegt de dikkere van de twee: heel Nederland viert de Romeinenweek. Heel Nederland? Nee. Hier boven het Oerij toch zeker niet. Mocht u weer meer willen lezen, het rechterboek ligt beneden in de winkel. Voor de mensen die het nog niet hebben. Vanavond kopen kan ook betekenen dat ik het signeer. Het klinkt als dreigement, maar maakt het boek meer waard. En voor de mensen die het verhaal over Velzen 2 willen lezen en zich door 1200 pagina's heen willen wurmen, verwijs ik naar mijn website, waar het als PDF op staat.